Hey Bente, en ik heb het boek Mama Tandoori van Ernest van der Kast gelezen. Ik vind het persoonlijk een heel leuk boek. En het gaat over dat Ernest vertelt over zijn moeder in het speciaal. Dus hij vertelt eigenlijk zijn eigen leven, maar dan gespecificeerd op zijn moeder en wat zijn moeder heeft meegemaakt. Je denkt, het is een beetje een soort autobiografisch, maar het is echt, ik vind het persoonlijk, ik zou het aan iedereen aanraden omdat ik het een ontzettend grappig boek vind. Als je verder gaat nadenken is het eigenlijk best wel tragisch en wat er gebeurt is niet, is minder grappig, maar zijn schrijfstijl is wel ontzettend grappig. Daarom zou ik het aanraden, omdat ik het eigenlijk, ik lees niet heel veel en ik hou niet super van lezen, maar ik vond het wel ontzettend leuk om het boek te lezen. Daarom zou ik hem aanraden.